Nou, ik neem wel twee dingen mee. Eén, volgens mij dat we allemaal preventie en sport voor kinderen ontzettend belangrijk vinden. Preventie voor mensen die misschien het nodig hebben om iets meer te sporten en daarmee ook gezonder zijn. En wat ik ook meeneem is dat een van de mensen uit het publiek zei, we zitten hier met zoveel sportbonden, we hebben zoveel kennis. Laten wij die kennis bundelen en gezamenlijk richting de Tweede Kamer sturen. Dus dat laatste vooral, daar wacht ik heel erg op. Want dat eerste zijn we het allemaal over eens. En het laatste lijkt me ontzettend mooi als wij al die kennis die de verschillende sportbonden hebben, ook richting de Tweede Kamer krijgen. En dan daar in een toekomstige regeerperiode mooie dingen mee kunnen gaan doen. Heb je ook concrete nieuwe aanknopingspunten gevonden? Wat je dan in de nieuwe regeerperiode zou willen doen? Nou ja, we kunnen kijken naar op wat voor manier bijvoorbeeld sport helpt bij integratie. Daar hebben we goede voorbeelden van gehoord. Ik denk dat we die voorbeelden allemaal kennen. En als we daar dan met al die 72 bonden en die verschillende krachten die er zijn een stapje vooruit kunnen zetten, denk ik dat we een paar hele mooie dingen vanuit de sport over een actueel thema waar eigenlijk de verkiezingen over gaan. Die gaan niet over sport, maar die gaan toch ook vooral over hoe we in Nederland met elkaar samenleven. Nou, vanuit de sport kunnen we heel mooi met elkaar samenleven.